De regering heeft nog geen besluit genomen over een ingangsdatum voor aanpassingen van de gasprijzen. Dit zei minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen vandaag aan journalisten. Volgens de bewindsman vindt er nog overleg plaats over een datum. De samenleving moet zich wel zorgen maken dat op dit moment wat betaald wordt voor gas, dat niet genoeg is om de duurzaamheid van de levering te garanderen. Dus de samenleving zojuist moeten zeggen van wanneer kunnen we een beetje bijdrage leveren. De minister wijst erop dat de staat de samenleving nog steeds subsidieert, waarbij de subsidie bij aankoop van elke gascilinder wordt afgedragen. De samenleving moet langzaamaan gaan begrijpen waar het geld vandaan komt. Het geld dat EBS zou moeten gebruiken om brandstof aan te schaffen, om voor de elektriciteit te betalen, bijvoorbeeld hydro vanuit dat geld gaat naar gassubsidie. En wij worden allemaal gesubsidieerd, maakt niet uit of u de behoefte hebt. Ja, ik weet dat jullie bij STVS redelijk verdienen. Ja, niet toegeven, maar belangrijk is dat iedereen wordt gesubsidieerd. Maakt niet uit of je recht hebt waarom niet. Dus daarom willen wij snel overstappen van die objectsubsidie. Volgens Abiyamofo kijkt de commissie die zich buigt over de elektriciteitsprijzen nauwgezet naar nieuwe gasprijzen. De minister onthield zich van commentaar op een vraag of de nieuwe gasprijzen nog dit jaar zullen worden ingevoerd.